Nu is het in ieder geval tijd om op naar de locatie te gaan waar we naartoe gaan. Er is hier een miniatuurkermis. Hallo mensen en welkom terug bij een gloednieuwe vlog. Ik ben Mark en ik sta vandaag met mijn jas aan, want we gaan ergens naartoe. Daar heb ik super veel zin in. Ik weet niet eens wat we gaan doen. Het is nu alweer 12:15 in de middag. Ik denk ik start de vlog gewoon eventjes wat later een keertje. Ik heb vanochtend niet zo heel veel gedaan. Gewoon eerst wakker worden, weet je wel. Want gisteravond een beetje laat gemaakt. Nu is het in ieder geval tijd om op naar de locatie te gaan waar we naartoe gaan. Dus voor mij benieuwd mensen. Doe even je snuipje omhoog. En jullie zien trouwens niet wat ik in mijn hand heb. Maar het is gewoon mijn telefoon. Dus helemaal top. We gaan gewoon lekker die kant op. Oh, en dan kom ik buiten en is het gewoon weer koud. Gisteren was het best nog wel lekker weer. Een graad of 15, maar nu is het gewoon weer 10 graden of zo. Maar goed, we gaan in ieder geval die kant op. Oké, mensen, wij zijn hier aangekomen in Hoogkarspel en er is hier een miniatuurkermis. Daar staan oliebollen, hier een draaiorgel en hier kan hem naar binnen. Dus we gaan genieten van mooie beelden. We hadden net van alles van Lego en nu gaan we door naar allemaal knacks en andere dingetjes. Ja, dat ziet er vet uit hoor mensen. Oké, mensen, jullie hebben het kunnen genieten van dus allemaal verschillende beelden en dat is wat mooi draaien. Het is gewoon ook vooral op de camera net alsof je gewoon echt erin staat, zeg maar. Dus dat is wel heel erg tof, dat is heel goed gelukt. Nu hebben we in ieder geval nog eventjes oliebollen gehaald, we hebben meegenomen en ik heb hier nog eventjes eentje. Het was in ieder geval leuk en lekker nu eventjes, dus het is nu tijd om weer richting huis te gaan. Misschien nog even naar de loods zometeen, we gaan het zien. En we zien het wel. Oké, mensen, we zijn thuis aangekomen eindelijk. En het weer sloeg in één keer een beetje om. Dat hebben we net kunnen zien in de beelden ook. Dat het wat grijzer was. Het is nu in ieder geval eventjes tijd om te gaan eten alweer. En we hebben soep met stokbrood. Dus dat gaan we nu eventjes doen.
Oké, mensen, we hebben net eventjes lekker gegeten. Nu zit ik hier weer in mijn studio, want we gaan nog eventjes knallen. Sowieso de komende 2 uurtjes. En daarna is het tijd om postcode loterij te gaan kijken. Wat we nu als eerst gaan doen, is gelijk in de opnames duiken. Want het moet ook klaar zijn natuurlijk, zodat ik morgen dat ik mijn gang kan en overmorgen. Plus nog een video die afgemaakt moet worden. Dat ga ik dan allemaal vanavond en morgen weer editen, zeg maar. Dus dat komt allemaal goed. We gaan dus eerst eventjes opnames doen. Tot zometeen. Ja mensen, ik ken deze wegdrukken. Dit was nog van mijn opname. Helemaal top. Het beeldscherm gaat uit, de lampen staan al uit. En ik heb het gered. Een opname gedaan van 40 minuten. Holy shit. Euro Truck Simulator gespeeld. En het is nu ondertussen 7:55. En dat betekent dat de miljoenenjacht nu gaat beginnen. Dus ik zal naar beneden gaan. En elke keer bij de reclameblokken eventjes een stukje gaan editen. Dus elke keer even boven naar beneden lopen. Gamevideo is bijna af, namelijk van 22 maart. Dat is van toevallig deze woensdag. Het is in ieder geval tijd om naar beneden te gaan. En lekker de postcode loterij te gaan kijken. Zometeen eventjes mijn recensie van de aflevering. Oké, mensen, het is ondertussen al 10 uur in de avond en ik zit hier nu weer in mijn bed en het is tijd om te gaan slapen. Het is nu 10:15, wat ik net al zei. Het is nu al 10 uur geweest en laat ik ze eens eventjes gaan zeggen wat ik afgelopen zaterdagavond gehaald heb met weet ik veel. Jullie zien het nu in beeld, een 4,8, dus dat vind ik voor mezelf wel redelijk. Vorige week had ik een wat minder score en de week daarvoor ook niet. Maar nu gaat het in ieder geval weer wat beter, dus daar ben ik blij mee. We hebben een leuk dagje gehad vandaag. Mooi eventjes naar de miniatuurkermis geweest. En op de terugweg dachten we dat we nog Don de Jong zagen rijden. Of ergens stil zagen staan. Dat blijkt hem niet te zijn. Maar goed. En voor de rest, ja, lekker in de studio bezig geweest. Lekker opname gedaan. De gamevideo is af, dus daar ben ik ook blij mee. Heerlijk, mensen. Komende week even een goed weekje draaien. Helemaal top. Bedankt allemaal voor het kijken. Duimpje omhoog om te reageren. Wilt u andere video's van me zien? Klik naast me op de knoppen. Hier te abonneren. En ik check jullie volgende week woensdag om 4 uur weer bij een nieuwe video. Doei mensen!